Wel, ik had twee keuzes waar ik voor stond. Ofwel wou ik echt in een labo gaan, echt wetenschappelijk onderzoek doen, ofwel helemaal buiten het ziekenhuis, echt mijn eigen huisartsenpraktijk oprichten en eigenlijk in het dorp waar ik geboren ben en groot geworden ben, gaan zorgen voor de mensen. Uiteindelijk is het laatste geworden, zorgen voor de mensen, bij de mensen die je kent in je omgeving. Wel, ik denk dat de huisarts net de eerste persoon is die je aanspreekt als je ziek bent. En die moet kort bij de mensen staan, die moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Je bent niet gemakkelijk bereikbaar natuurlijk als je twee of drie dorpen verder moet gaan aankloppen bij iemand. Dus ik denk dat we echt wel nood hebben aan huisartsen, mensen die echt kunnen kort bij de mensen werken. Huisartsen ook die eigenlijk die patiënt kennen, die patiënt opvolgen, die het hele gezin kennen. En ik denk dat we daar echt wel nood hebben aan nog meer huisartsen. Dat is veel sexier dan dat van een specialist. Nee, beide beroepen zijn heel mooi en je moet kiezen wat voor jou het meest past natuurlijk. Maar ja, huisarts is een heel mooi beroep. Je komt bij mensen thuis, je komt wel eens in een woonzorgcentrum, maar vooral ook je zit in je eigen praktijk. Eigen praktijk die tegenwoordig heel goed uitgebouwd is met een secretariaat, met een praktijkassistent, met andere collega's. Dus het is echt een super tof beroep en ik ken heel veel enthousiaste mensen die huisarts zijn. Ik denk dat de huisartsen heel veel van het werk op hun schouders genomen hebben in de ziekenhuizen. Dat was natuurlijk nog de next level natuurlijk, daar waren de mensen doodziek. Maar vooral de bevolking die heel veel vragen had, die konden terecht bij de huisarts. Vragen over quarantaine, vragen over testing, vragen over het vaccin. De huisartsen hebben ook meegewerkt in de vaccinatiecentra, in de testcentra. 2 jaar lang hebben ze echt het beste van zichzelf gegeven. En gelukkig kunnen ze nu terug een beetje het nieuwe normaal opzoeken. Wel, ik denk dat het niet veel verschilt van de huisarts van vroeger. Je moet vooral van mensen houden. Je moet je graag inzetten voor mensen, graag praten met mensen. Een babbeltje maken, empathisch zijn is belangrijk natuurlijk. Maar dat was vroeger ook al zo. Alleen is nu de structurele ondersteuning veel beter voor die mensen. Dus ik denk, ja, je moet sociaal zijn, je moet van mensen houden.